Er is tegenwoordig een groot aanbod aan kroketten. Van garnaal tot kaas en van aperobolletjes tot mosselkrokantjes. Vandaag stappen we de fabriek in waar deze snacks worden gemaakt. Wat voor de ene persoon een lekkere kroket is, is dat daarom niet per se voor de andere persoon. Ze zeggen wel eens, les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Maar dat blijkt ook wel te kloppen. Uiteraard zijn er wel enkele basiskenmerken waaraan een goede kroket moet voldoen, zeg maar. En dat zijn toch wel drie pijlers die zeer belangrijk zijn. Zoals een krokant korstje, een smeuïge vulling. En de kroket moet ook zijn naam eer aandoen. Wat bedoel ik daar nu mee? Wel, als we een garnalenkroket eten, dan vind ik ook dat er garnalen moeten inzitten. En niet alleen dat de kroket mag smaken naar garnaal. Het verhaal van LC Company is 16 jaar geleden gestart. Heel simpel, met een kookpot op het vuur werd de deeg gemaakt. Nadien werd dat met de hand gerold op de salontafel. En de dag nadien leverden wij onder de kerktoren met een gewone wagen met daarin een koelbox. Anno 2023 maken wij 20.000 kroketten per dag. En leveren wij in België, Nederland en Noord-Frankrijk, maar dan wel met vries- en koeltransport uiteraard. Voor het creëren van de kroketten gaan we altijd op dezelfde manier te werk. Mijn man en ik zijn de enigen die weten welke kruiding er in de kroketten gaat. Dus wij maken deze ook altijd zelf. Zijn wij niet aanwezig, dan kunnen er ook geen kroketten gemaakt worden.